Ik heb dit gekozen omdat ik denk dat het land gered moet worden. Dat het echt een existentiële kwestie is waar we mee te maken hebben. En ik accepteer het risico dat dat met zich meebrengt. Pond bestaat 10 jaar. Onze wens... met volle kracht doorgaan. Doe eens even rustig, joh! Ah! Hou de mooiste omroep van Nederland online. Word lid. Vieze roze flikkers. We bestaan 10 jaar. Wie had dat ooit gedacht? Poont 10 jaar. En dat vieren we deze week met een terugblik op hoogtepunten, of misschien dieptepunten, met ja, de mensen die eigenlijk al 10 jaar op een bepaalde manier aan Poont zijn verbonden. En vandaag is niemand minder mijn gast dan erelid himself, Thierry Baudet! Dankjewel. Ja, ik zag in een Forum voor Democratie partijjournaal dat je graag wat energiekere presentatoren wil. Dus ik dacht, ik geef dat maar even. Dit is een soort sollicitatie. Nou, dat zeker niet. Dat zeker niet. Laten we even kijken naar een aantal fragmenten. Het is heel simpel. Ik laat een fragment zien. En mensen zien hem gewoon op groot scherm zo meteen thuis. En ja, dat zegt iets over ja, jij in 10 jaar Poont. Jesse Klaver. De politieke hoogvlieger die vanaf vandaag in zijn eentje heel Nederland gaat veranderen. Deze jongen is kind van een Marokkaanse vader. Heeft een Indische, niet heel geprivilegieerde achtergrond. Ja, und? Ja, hij gaat nu naar dubbele paspoort. Ik vind het top. Thierry, wat maakt dat nou uit? Nee, ik vind het top dat hij dit bereikt. Oh, hij heeft een Marokkaanse. Hans Wiegel was ook op deze leeftijd de partijleider van de VVD. Thierry. Jonge mensen kunnen... Dit is toch hartstikke leuk? Hij heeft een Marokkaanse. Het aardig erover, man. Jij neemt het hier zo'n ruime 5 jaar geleden enorm op voor Jesse Klaver. Wat is er in hemelsnaam in de tussentijd gebeurd? Nou, niks. Ik vind nog steeds dat... Het was het moment dat hij gekozen werd tot partijleider van GroenLinks. En zijn voorganger was Bram van Ooyek. Een zeer aardige man, maar wel weinig aansprekend persoon. En ik wilde hem feliciteren. Het is toch een generatiegenoot. En ik ben het natuurlijk helemaal niet met hem eens. Maar het is wel iemand die er staat. En dat is ook wel gebleken. Hij heeft grote events georganiseerd. Veel mensen die actief wilden worden. Dus dat je met gewoon normale waardering kan kijken naar een politieke opponent als die iets goed doet of iets knap kan. Dat vind ik normaal. Met die events en dergelijke, zou je dan zelfs kunnen stellen dat de heer Klaver een voorbeeld voor het heer Baudet is geweest? Ja, voorbeeld in de zin dat ik zag hem die evenementen organiseren en ik dacht, ja, dat moeten wij ook gaan doen. Wapenfeit is dat hij heel goed overkomt op televisie. Oh, wat een wapenfeit. Oh, dankjewel, Thierry. Ja, wat moet een politicus anders doen? Nou, iets bereiken. Gewoon iets met nou, inhoud. Beleid hebben. Oh ja, Mark Rutte, wat is zijn inhoud? U zegt ook iets heel interessants in dit fragment, namelijk is het niet de taak sowieso van politici om vooral op te vallen in de media? Ziet u dat zo? Ja, kijk. Op het moment dat je niet in de regering zit, als je dus niet in het kabinet, dan bestuur je niet het land, dan het enige wat je dan kan doen is kabaal maken over wat er gebeurt. Mm-hmm. Het is natuurlijk een illusie, het is echt een volstrekte illusie dat er hier naar argumenten zou worden geluisterd. Dat is niet waar. Het is niet zo dat als ik een goed verhaal hou, dat dan de VVD zegt, nou, hij heeft toch wel gelijk, dat we het beleid maar eens gaan veranderen. Nee, dat ligt al vast, dat is het regeerakkoord. De komende 4 jaar, dat weet je, als er een coalitie gesloten is, gaat er niet geluisterd worden naar argumenten. Dat is namelijk hoe het systeem werkt in Nederland. Dus wat je moet doen is zo duidelijk mogelijk jouw visie daar tegenover stellen. En dat heb je de media voor nodig, maar ook Het is toch een cynische gedachte van hoe het parlementaire systeem werkt in Nederland. Ik heb nog wel de overtuiging van als u iets goed zegt in de Kamer, dat dan genoeg is om het door te krijgen. Ja, dat is absoluut niet zo. Ik was de afgelopen week in Hongarije. Dat is Servië. Van daaruit zijn die mensen hier gekomen. En nu zie je dat het volstrekt rustig is. What has been the effect of the fans? Gyakorlatilag a szerb határ lezárását követően a Magyarországra érkezők száma szeptember 15-től december 31-ig nem érte el az 5000 főt. Tehát ez mutatja azt, hogy nagyon hatékonyan tudtuk alkalmazni ezt a megerősítést, a szerb határ lezárását, illetve a kerítés is hozzájárult ahhoz, hogy ezt a illegális migráns mennyiséget el tudjuk érni. Eén, u was hier verslaggever. Nu zit u aan de andere kant. U bent ook best wel eens boos op de media. Vanuit dit perspectief. Ja, nou, dat is een heel goed voorbeeld. Hoe moet ik dat nu zien? Nou, dit zijn dus dingen die de media
in beeld zouden moeten brengen. Maar dat doen ze niet. Dus de commentatoren bij RTL, bij NOS en zo, die kakelen de regering na de gevestigde orde. Ja, nee, Nederland is een handelsland. Je kunt de grenzen niet controleren. Terwijl wat ze ook zouden kunnen doen, is gewoon even een easyjet vlucht boeken naar Boedapest. Je huurt een autootje, je rijdt naar die grens toe, anderhalf uur verder. En je kunt het gewoon zien. Het kan wel. Het is niet moeilijk. Je kunt het gewoon doen. Misschien in een ideale wereld zou je zoiets hebben als neutraliteit. Maar ik denk dat als je het naar het hele speelveld kijkt, dat de balans wel overduidelijk naar links overhelt. Dus dat moet gecorrigeerd worden. Dus ik vind het wel leuk als het eens een keer van een andere kant gehoord wordt allemaal. Ik blijf wel eigenlijk dan bij deze. Ik mag dan misschien de linkse verslaggever van Poont zijn. Ik blijf wel voor een vrij lekkere rechtse verslaggever voor BNNVARA. Dat lijkt me heel gezond voor het debat. Dan ja, toch? Dat is natuurlijk. Dat is toch het spannendste wat je zou kunnen doen eigenlijk? Idealiter wel, maar het is niet realistisch dat dat gebeurt, omdat links extreem intolerant is. Dus links doet niet wat rechts altijd wel doet. Rechts wil altijd hoor en wederhoor, laten we in discussie gaan en zo. Daarom ben ik ook rechts, want het zijn veel leukere mensen. Maar wat links altijd doet, is mensen uitsluiten. Cancel culture, dus op universiteiten, dat mag niet. Bij subsidies krijg je geen subsidie meer. Televisieprogramma, daar moeten we geen podium aan geven. Dames en heren, wilt u ook dat er iets gaat veranderen in Nederland? Teunen, je moet geld vragen. Steun Forum voor Democratie in de vorm, hopelijk ook van financiële donaties. Want we hebben het ontzettend hard nodig. Dank u wel. Toch mooi dat jij gewoon geef geld zo mooi kan verwoorden ook weer. Hè? Je vindt altijd ook wel weer een... Kom, we gaan bier drinken. Ik moet nog werken. Ik ga thee drinken. Maar goed, ik ga wel met je mee. Wat doe je nou? Ik zwaaide even naar de kijker. Naar de kijker? Ja. Ik vind het leuk om te zien. Heel enthousiast natuurlijk, hè? Ook een beetje naïef over wat me te wachten zou staan in de politiek. Maar, ja, maar wat dacht je dan, wat je te wachten zou staan in de politiek 4 jaar geleden? Nou, ik dacht dat het sneller zou gaan. Ik dacht dat het relatief makkelijker zou zijn om die revolutie, die omwenteling die ik wil en die eigenlijk de meeste mensen in Nederland willen, om die ook te bewerkstelligen. En wat ik niet zo doorhad, was de stroperigheid van waar je mee te maken krijgt als je dit gaat doen. Maar was dit een leukere en een vrijere en vriendelijke en lievere jongen dan de man die nu tegenover me zit? Ja, ik denk het wel. Dat is niet zo leuk toch, om dat jammer, over jezelf te zeggen? Ja, is jammer. Ik ben mijn kamer aan het inrichten. We zijn vandaag verhuisd, Theo Hiddema en ik. We zaten tot nu toe in een tijdelijke werkplek en nu gaan we naar onze definitieve ruimte. En we hebben allemaal mooie, gave dingen van Marktplaatsen gehaald. Zoals dit beeld voor 25 euro op Marktplaats gevonden. Is dit nou thuis? Dit is toch een kamer, denk ik, waar u de afgelopen jaren veel bent geweest. Voelt het als thuis, de kamer? Nee, daar is het veel te onveilig voor je. Onveilig? Dat is natuurlijk een plek waar je continu op je hoede moet zijn, waar journalisten je vervelend knippen, waardoor je er net raar uitkomt. Het is natuurlijk het is een hele vijandige omgeving dit. Alles is gericht om iemand een hak te zetten, net even lullig neer te zetten, even een... Maar dat is toch de tijd nu ook heel erg, überhaupt? De hele social media. Okay. Nou, ik ga dat niet goed, want ik vind het zelf ook verschrikkelijk. Maar het is toch hoe het ook is of zo? Als ik dinsdag weer naar het werk ga, hier en waar dan ook, denk ik, dan gaan we weer. Er komt ergens over die bakken lende over je heen of zo. Ja, ophef. Hashtag ophef, alleen maar. Ja. Maar ik vind het goed dat u dat dan zegt, maar u doet het natuurlijk zelf ook heel bewust wel aan mee, omdat het dus zo werkt. Ja, ik weet niet of ik er op die manier aan meedoe. Het is toch ook lekker, gewoon... Ja, maar ophefachtige dingetjes. Is dat weet ik niet of ik dat doe. Ik zou dat niet. Als het inderdaad zo is, dan moet ik mezelf even tot de orde roepen. Dat is niet mijn bedoeling. En dat is ook niet hoe ik wil dat onze partij opereert. Ik wil dat wij wel heel duidelijk laten zien wat het alternatief is waar we voor staan. Maar toch niet dat wij meedoen met al die flauwekul. Over die onveiligheid. Hè? Gisteren was er een bijeenkomst in Arnhem. Dat is een andere soort van onveiligheid. Fysieke onveiligheid was er even aan de gang gelopen. Wat gebeurde daar nou precies? Ja, ik werd benaderd door een van mijn beveiligers en die zei nu meekomen. Dat was het. We hebben afgesproken dat als dat gezegd wordt, dan moet ik onmiddellijk meekomen. Dan geen vragen meer stellen, dan is het echt, dan is er nood aan de man.
En ja, uiteindelijk bleek dat de dreiging onder controle was. En dat we onmiddellijk weer terug de zaal... Of niet onmiddellijk, maar zodra we dat hoorden, zijn we onmiddellijk de zaal weer ingegaan. En gelukkig was het publiek op geen enkele manier ook in gevaar geweest. En mensen waren rustig en warm en supportive. En uiteindelijk hebben we dus de avond heel mooi mogen afsluiten. Maar dat was even een gek moment. Maar ook schrik om in uw lijf... Nee, ik accepteer het risico. Ik heb dit gekozen omdat ik denk dat het land gered moet worden. Dat het echt een existentiële kwestie is waar we mee te maken hebben. En ik accepteer het risico dat met zich meebrengt. Ja, ik vind dat idioot. Hè? Ik bedoel, ik denk dat wij, misschien gaat het ook nog een keer gebeuren, best op een aantal ideologische thema's van mening verschillen. Maar het zou toch nooit zo mogen zijn dat u zich niet veilig voelt in het werk dat u doet? Ja, maar ja, in een ideale wereld hadden we überhaupt de politiek niet in de groeven natuurlijk. Ja. Bent u er zo licht, slaapt u er zo rustig van en bent u er, denk ja. u er zo licht over na? Ja. De algemene ledenvergadering van Omroepvereniging Poont heeft unaniem besloten dat Thierry Baudet, geboren te Heemstede op 28 januari 1983, vanaf heden tot erelid van Poont is benoemd. 10 jaar bestaat Poont, we willen graag weer 5 jaar verder. Ja. Moet dat gebeuren of Tuurlijk. Zegt u van nou ja... Tuurlijk, kijk, niet iedereen heeft de status van erelid, dus iedereen die kijkt wordt lid van Poont. Het is ontzettend belangrijk dat Poont er is. Het is belangrijk dat er vernieuwing is in het omroepbestel en dat dit geluid gehoord wordt. Dus ga naar poont.tv, denk ik dat het is. Ja. En word lid. Moet je echt doen. Ja, zeg ook even dat je dan dus een linkse verslaggever Bram Douwers bij een rechtse omroep houdt. En dat is wat de tijd nodig heeft. Ja, nou, het is echt de diversiteit, hè? Ja. Ja? Oké. Okay. Tot hier. Mensen, dag. Dag.